De Markelower is trots op zijn dorpje. Alleen staat één ding in de weg. Deze oude kaasfabriek, die al 15 jaar leeg staat. Het is lelijk, het staat er, maar het wordt alleen maar lelijker omdat er geen onderhoud aan gepleegd wordt. Dus eigenlijk past zoiets niet in de kern van een dorp. Nu is het pand in eigendom van de gemeente Hof van Twente en kan het eindelijk worden gesloopt. Markelo bedacht een plan, in gezamenlijkheid. Samen met bewoners, zo'n 600 in getal, werd een nieuw plan voor een mooi nieuw dorpsplein bedacht. Plan Mooi Markelo. Maar ja, alles was mogelijk en we mochten ook alles roepen. En daardoor krijg je ook echt alles boven tafel en kun je zo'n plan maken zoals nu gedaan is in mijn beleving. En iedereen kon daar zijn inbreng in brengen. Iedereen mocht zijn ideeën kwijt. Je wisselde ook van groepjes, dus je hoorde ook inspiratie van anderen. Met elkaar ging je dan eigenlijk nog meer ideeën krijgen. En dat ziet uiteindelijk in het uiteindelijke plan zitten al die ideeën er ook in. En dat is heel leuk om terug te zien. En daar heb je dan zelf deel van uitgemaakt. Dus leuk, gaaf. We staan nu in het oudste gedeelte. Dit stukje is uit de jaren 30. Dat is het begin van de coöperatie op deze plek. Het is ooit een stukje verder die kant begonnen. En dat is echt dit gedeelte, dit iets lagere gedeelte. Je ziet die oude balkjes hier nog liggen waar weer bovenop wat anders gebouwd is. En dat stukje geschiedenis, dat is straks echt geschiedenis, want dit gaat weg. Om plaats te maken voor een nieuw dorpsplein waarvan alles te doen is, voor jong en oud. Van speeltoestellen tot bijvoorbeeld een uitkijktoren. Nou ja, de uitkijktoren. En dan is er, oh wauw, dat is een mooi idee, maar dan zou het ook nog leuk zijn dat daar wat groen staat. En zo is het dan een heel proces en wordt het eigenlijk alleen maar mooier. Je bouwt het echt met elkaar op. En deze gaan we behouden. Het is een ontzettend degelijke constructie, daar gebeurt niks mee. Het houdt ook een stuk stabiliteit in het hele terrein. Waardoor je dus, als je het gaat slopen, ben je ontzettend veel dingen op de hals aan het halen. Terwijl als je het behoudt, kunnen we er nog iets mee. Er zijn nog niet precies uit wat het is. Maar het is het kan best zijn dat hier misschien wel allemaal planten inkomen. Het volgende wordt misschien wel een grote zandbak. Het volgende wordt misschien wel een klimmuur of een bootcamp-achtig iets. Nou, voor zover ik weet en het plan er nu ligt, komen er inderdaad speeltoestellen. En komt er een stuk gras waar die kinderen zich op kunnen vermaken. En hier vlakbij zit een ijswinkel waar je als ouder dan zeg maar even rustig zou kunnen zitten. Dus een gezellig plein waar je de kinderen even los kan laten om hun eigen ding te doen. Maar voordat de sloop kan beginnen, moest er eerst wat anders gebeuren. De huidige bewoners, vleermuizen, moesten een andere bestemming krijgen. En daar is wat op gevonden. Vleermuizen zitten heel vaak in spouw, verschillende soorten. En als je dan diervriendelijk wil slopen, slaat men voor de sloop daadwerkelijk begint, gaat in de muur zodat je tocht krijgt. En vleermuizen houden niet van tocht. Dus wat er dan nog in de spouw woont of zich verblijft, dat verdwijnt. En dan moet je verschillende maatregelen voor doen. En dat is bijvoorbeeld mitigerende maatregelen. En dat is het maken van vervangende woonruimte voor die vleermuis. En dat hebben we net kunnen zien aan de zijkant van het gebouw en in de bomen. En in de boom kan weer voor een ander soort vleermuis zijn dan in de zijkant aan het gebouw. Een derde ongeveer van het gebouw blijft bestaan. Hier blijft wel deze structuur blijven staan, die spanten blijven hier liggen. Maar straks kijken we tussen deze spanten gewoon door naar de blauwe lucht, hopelijk. Het zou heel leuk zijn als er bijvoorbeeld ook festiviteiten kunnen zijn. Misschien gewoon kinderen die lekker een kleedje uitleggen en gaan picknicken. Gewoon de ruimte, een stukje groen erbij, was ook heel belangrijk. Werd ook heel goed uitgedragen, alle avonden eigenlijk. Dus dat is leuk. Met zoveel mogelijk marktlovers, uiteindelijk 600 verdeeld over alle avonden, hebben we een plan kunnen maken. En zo krijgt straks het centrum van Markelo een heel ander aanzien. Een mooier aanzien. Mooi Markelo. Markelo, ons dierbaar God, Markelo.